Deze beschouwing die gaat over seks en reclame en nog wat andere pakkende woorden die leiden tot lekker veel views. Dat is ook het onderdeel reclame, namelijk. Het <laughs> gaat heel goed met mijn kanaal en ja, iedereen wil lid zijn van het winnende team. Als ik kijk naar mijn views, de afgelopen vier weken heb ik 2000 views. En dat is 800 meer dan gebruikelijk, zegt Google. YouTube. En in totaal is er de afgelopen vier weken 500 uur naar gekeken. En dat is 200 uur meer dan gebruikelijk. Dat is mooi. Dat is echt bijzonder. Ik heb nu 91 abonnees. Nog nooit zoveel abonnees gehad in mijn hele leven niet. En de laatste 48 uur hebben er 171 mensen gekeken. Nou, 171 views. Dat zijn er 85 per dag. Dus. Juh. He, zo dadelijk wordt het nog dat uh, dat je in de, in de bus zit en dat mensen iemand naast je zitten zeggen, dan heb je ook gekeken naar uh, die beschouwing van Perry? En die zegt nee. En dat je er dan uitlicht. Hè? Dat iemand ook zegt van, oh, jij kijkt niet naar Perry? Nou, dan ga ik even bij een ander zitten hoor, die wel naar Perry kijkt. En dan krijg je dat dus. Hè? Je, uh, 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 sociaal isolement als je niet uh, bij mij hoort. <laughs> Abonneren. <laughs> Ah, ja, grappig. Nou, ik het toch even over reclame heb. Ik zat voor, over de, en over de bus. Ik zat vorige week in de bus van Renk naar Arnhem. En er stapte er een man in. En ik zat achter de chauffeur. Er stapte er een man in. En die zit een beetje te bliep, bloep, bloep, bloep. Echt ook allemaal halve symfonie uit de voorste ov bliepmachine Die dus bij de chauffeur staat. En toen zei die chauffeur tegen hem: Ja, dan moet je daar nog even bliepen. Want je hebt dus twee van die OV-bliep automaten bij ons in de bussen: eentje als je binnenkomt rechts bij de chauffeur, en eentje links richting waar de mensen zitten. Daar zit er ook nog een. En als je achter de chauffeur zit, dan kan je op het schermpje kijken van die tweede. Dus ik zie dat die persoon ze over bij dat tweede bliepmachientje houdt. En die zegt netjes: U bent uitgecheckt. En die man loopt door naar achter. Ik denk, hé, hey. ik zei er gelijk wat van. Hè? Dus ik riep, of ik riep, ik zei met luide stem: Hé, hey, u bent uitgecheckt. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Uitchecken moet je doen als je uitstapt. Daarom heet het er ook uitchecken. Hoezo kan je nou uitchecken als je incheckt? Vind ik een beetje raar. En die man, die, uh, die deed alsof hij Oost-Indisch doof was. Die ging lekker zitten. De chauffeur, die uh, zei er ook helemaal niks van. En de bus ging weer verder rijden. En ik denk van, nou ja, raar uh, rare boel. En toen waren we aangekomen in Arnhem. En ik zeg tegen die chauffeur van, uh, nog even, uh, net was er een man en die heeft bij uh, die andere bliep bliep dinges gecheckt, gebleept, en die was uitgecheckt. Ja, zei die chauffeur. Dat klopt. Ik zei, nou, dat klopt volgens mij niet. Jawel, zei hij, dat klopt. Want uh, dan checkt hij bij deze uit, maar dan checkt hij ergens anders weer in. En dan gaat hij dan betalen. Maar die man heeft helemaal niet ingecheckt. Hij heeft alleen maar uitgecheckt. Hij heeft de bliep, 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 halve symfonie van Strauss op die eerste machine. Toen heeft hij op die tweede machine uitgecheckt. En toen is hij gaan zitten. En toen keek die man, hij sprak slecht Nederlands. En ja, dat maakt het ook niet makkelijk om met zo iemand te communiceren. En toen dacht ik, nou, ik laat het er maar bezitten. En toen belde ik met uh, de vervoersmaatschappij. En die had zoiets van, uh, ja, nou, uh, heeft u er last van gehad? Ik zeg, nou, uh, nee. Zei, maar dat klopt toch niet? Dat is toch raar? Ik moet wel betalen. Ik moet netjes inchecken. En andere mensen die mogen blublublublub, u bent uitgecheckt en die gaan lekker zitten. Wat is dat nou? Ja, ze zeggen dan, dan moet u op de website en daar maar een klacht indienen. Ik zeg, ik heb jana toch aan de lijn. Ja, ze. Maar uh, dit is het. Uh, Telefonische uh, dinges En voor klachten moet die op de website zijn. Ik zeg, oh, en dan welke dinges? Want is, uh, die heet dan Breng, maar die heet ook Connection. Dat is tegenwoordig is dat iets nieuws. Dat je. Dat is handig, namelijk. Dan kan je het goed onthouden dat Breng, dat is dus niet een andere maatschappij. Sintus wel. Sintus is een andere maatschappij. Maar Breng is dezelfde. En dat is makkelijk te onthouden, want Breng lijkt niet op Sintus. Dus Sintus is wel een andere maatschappij dan Connection. En Breng, want het lijkt dus niet op Sintus. Dat is dan wel dezelfde als Connection. Dat je het even weet. Dat je het snapt. Ik snap het nu ook. Dus jij ook. En dan zei ik tegen die lieve dame: Oké, okay, nou blijf even hangen. Want dat ken ik, hè? Dan ga je ophangen en dan ga je op het internet en dan is het uh, nu te vinden of zo. Dat is een hele handige website hoor, meneer. Daar kan u alles vinden. Ja, behalve ik. En ik heb al 30 jaar in automatisering gewerkt, dus waarom zou ik het ook zo makkelijk moeten kunnen vinden? Dus ik zei: Blijf even hangen. En zij zo heel snel, ja, dan gaat hij daar naartoe en staat er dan meldklacht. Nou, dat stond er dus helemaal niet. Ik zeg, nou, nog eventjes overnieuw, uh, even terug naar home. Ik zeg, wat zei je nou? Ja, dan moet hij daar naartoe gaan. Ik zeg, dat is goed. Oh, zeker. ik, oh, hier staat het inderdaad, ja. Melden van een klacht. Het melden van een klacht kan telefonisch op telefoonnummer. Ik zeg, dat is dit telefoonnummer, wat ik nu wel... Het staat op de website dat ik het ook aan jou kan doorgeven. Ja, zei ze, dat, uh, ja, u moet het op de website doen. Ik zei, nou, dan moet jij er even voor zorgen dat het bij de website eraf wordt gehaald. Dat je dus niet een klacht via de, de telefoon is kan melden. Want het staat hier. Dat ik het kan bellen. En dan kan ik tegen jou zeggen: Het staat op de website. Nou, dat was een fout op de website. Ja, oké. Okay. Maar het klachtenformulier zou wel werken. Nou, oké. Okay. Dus ik dus dat formulier ingevuld. Dat is een heel goed doel ook. Dan moet je, ik weet niet hoeveel vragen invullen. Met, uh, welk lijnnummer en hoe laat. En... Wees alstublieft zo precies mogelijk. Nou, en ik heb dus netjes een klachtenformulier ingevuld. Was afgelopen vrijdag. En toen kreeg ik via de e-mail bericht dat die klacht geaccepteerd is. Dat is mooi. Ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Dus ik heb even reclame gemaakt. Dat heet reclameren. Hè? In het openbaar vervoer. Ja, het is er wat. Kan toch niet? En ik vraag me af wat ermee gaat gebeuren. Ik denk dat ik nu al weet wat ermee gaat gebeuren. Namelijk nou, helemaal niks. En hoe kan ik dat dan toch weten? hè? Ahem. Ja, dat komt vanwege mijn inzicht. Ik komt eraan, want ik heb het dus over seksen. Maar altijd een beetje luchtig is hoor, want het gaat over seks en je moet niet moeilijk doen over seks. Er zijn al genoeg mensen die doen zo moeilijk over seks, die zeggen we, ja, ik heb bepaalde seksuele behoeften Dan heb ik eerst zoiets. oké, okay, ik wil weg. Ik wil het over seks moet je het alleen maar hebben in op een vrolijke, leuke en ook voor kinderen begripvolle manier. Even als je kinderen naar luisteren, ga alsjeblieft wat leuks doen. Want dit gaat over seks. En het is veel te saai, dus uh, niet verder luisteren. Over nou, seks. Ik, ik ben eens gestopt met drinken, een tijdje terug. Maar toen ben ik ook gestopt met, uh, ja, even als ik toch naar kinderen luisteren, uh, p.o.r.n.o te kijken. En dat had ik helemaal niet in de gaten. Ik was zo uh, bezeten van uh, niet drinken en niet roken en niet blowen. Dat ik helemaal niet in de gaten had dat ik helemaal geen P.O.R.N.O meekeek. Terwijl ik dat wel eens keek. Dat deed ik helemaal niet meer. De kamer nou dan maakt het op zich helemaal niks uit, want ik ben natuurlijk niet zo iemand die dan zo'n abonnement heeft lopen en dat ik dan een abonnement moet gaan opzeggen, dan ben jij gek, ik ga het er echt niet voor die onzin betalen. En toen heb ik na nou een tijdje nog eens gedacht van ja, uh, misschien heb ik er geen zin meer in omdat ik het al een hele tijd niet meer gezien heb. Huh? Nog even kijken of ik er nog zin in heb. Nou, daar ben ik weer naar zo'n uh, oude site gegaan. Uh, wonderbaarlijk wist ik nog uh, de, de URL uit mijn hoofd. Want ja, meestal ben je heel goed. Ja, ik dan, ik ben erg goed in het onthouden, maar ik zat toch even met twijfels. Van, was het nou die waar ik altijd zat, of die, of toch die? Nou, ik had dus de goede te pakken, ja, dit is de goede. Ja. Nou, en dan krijg je zo'n default, uh, al die filmpjes, en dan denk je, ja, boring, boring, boring. Maar dan heb je van die zoektermen, hè, en dan wordt het wel leuker. In de regel was het toen zo. Dus ik doe zo'n zoekterm. En ik denk, boring, boring, boring. Ik denk, nou ja, dat is uh, niks. De andere zoekterm, ik had er al een aantal dan, hè, die je dan leuk vindt. weer uh, boring. Dan denk ik, ja. Nou, toch maar eentje kijken dan. Dus heb ik toch een filmpje aangeklikt die, dan, die ik dan het minste boring vond. Toen dacht ik, oh nee. Oh nee. Ach nee. Dat heb ik uitgedaan. gedaan. Uh, ben ik weggegaan. Ik ben ook niet meer terug geweest. Ik ga het niet meer proberen. Dus, klaar. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ja, het is natuurlijk iets gebeurd met mij. Je gaat mij niet vertellen dat sinds dat ik gestopt ben met drinken en blowen en roken, dat, dat ze de porno-kwaliteit omlaag hebben gebracht. Maar het boeit me echt helemaal niet meer. Gek. Het is niet iets waar ik nou naar op zoek was. Ik stond er eigenlijk niet meer stil. Het viel me op. En ik vind het heerlijk. Serieus. Er En achteraf, hè, dan, uh, dan kijk ik dus terug op mijn eigen. En die tijd dat ik dan zo uh, nou, geïnteresseerd was. En dan, dan kan ik dus nu zien van ja, het, het was onzin. Het, het, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ik, ik kan het heel goed uitleggen. En dan moet ik even een zijsprongetje maken. En dat is een zijsprongetje maken naar het begrip mind. Ik ga uitleggen hoe de mind werkt. Dus hartstikke interessant. Dus oh ja. Uh, even op abonneren klikken, dat je abonnee wordt. Of even sharen. Even share, doe je Facebook, gewoon je Facebook pagina. Klankboom, staat die ook op. Hè? Iedereen is geïnteresseerd in seks en reclame. Hè? Hartstikke leuke uitzending. Geef mij weer belachelijk veel views. En daar gaan we voor. Want ik verdien er helemaal niks mee. ...en er zijn mensen en die zich irriteren zich dood aan mij... ...en die gaan er weer reageren... Ja. ...maar er zitten ook aardige mensen tussen. Dus dat is dan weer niet erg. En het haalt me van de straat. Ja, je mind. De eerste die iets fatsoenlijks schreef... ...tenminste wat ik dan had gelezen over de mind... ...de eerste die me dat goed uitlegde... ...dat was die leraar... Uit India. En eerst heette die Bachman. Rainej Shrainej. En later heette die veel makkelijker. Heette die Osho. En dat is Japans. En dat betekent leraar. Hij is vergiftigd. Door Babylon. De katholieke kerk. Dat is wel jammer. Hij was van mening dat je het probleem qua seks kon oplossen door de teugels op alle fronten los te gooien. En er zijn geen bewijzen dat dat overtuigend heeft gewerkt. Want ik ken een vrouw en die zei dat ze bij de bagwan met name was gegaan. Want daar zou de seks zo geweldig zijn. En toen zei ze: Nou, ik heb in mijn leven veel teleurstellingen te verwerken gehad. Maar een van de meer uh, ja, gemenere, vervelende, bittere uh, deur, deur teleurstellingen was toch wel de seks. Toen ze bij de Bachwand zat. Dus, nou, het was dus niet zaligmakend die uh, therapie van hem. Ik begrijp wel wat hij bedoelt hoor. Zeker uh, nu ik er zo naar kijk vanuit dit... Nuchtere, dat is wel een toepasselijke term. De, de, de nuchtere standpunt, gezichtspunt. Denk ik, ja, je kan. Natuurlijk kan je seks hebben, dat is best wel interessant eigenlijk. Waarom niet? Maar je bent niet meer. Uh, ja, ik dan dus. Je, je bent niet meer opgewonden. Ik snap het nu ook. Een seks is iets dat gebeurt tussen twee mensen of je doet het met z'n tien. Het is eigenlijk best leuk, maar het leidt tot heel veel gestolen En het komt door de mind. Kijk, jij als mens jij observeert, je registreert, je vergelijkt je indrukken van dat moment met alles uit je verleden. En voor zover je rationeel blijft, maak je een rationele beslissing. Het punt is: je hebt zoiets en het heet je mind. En je mind die doet al die dingen die ik net opdreunde ook, maar dan tien keer zo snel. Zo goed als onmiddellijk. Dus beter gezegd. Uh, er komt een vrouw uh, de woning binnen, of de ruimte binnen, en die vrouw heeft een heel verhaal. En als je die vrouw zou leren kennen, dan zou je na enige tijd wel weten dat je met die vrouw niks wil. Want ze heeft een kind verloren, en de moeder ligt op sterven en nog wat andere dingen. En kortom, het is niet de vrouw en het moment voor jou om daar seks mee te willen, en die vrouw die komt die, die ruimte binnen waar jij zit. En je kijkt naar die vrouw. En je ziet die bilpartij. En je ziet die borsten. En die vrouw hoeft zich niet eens uitdagend gekleed te hebben. En jij denkt in één keer: hey, lekker weef. Kijk, dat is je mind. En dus je, je lichaam moet nog helemaal gaan. Nee, jij moet nog helemaal gaan bepalen of jij. ...wel seks wil met die vrouw? Je, je kent hem nog helemaal niet... ...en uh, al die dingen, hè? En als je dat dan zou doen... ...dan zou het antwoord zijn nee. En dan zijn we wel een paar uur... ...of een paar dagen of een paar weken verder. En niet iedereen gooit gelijk... ...alle details op tafel. En degene die dat wel doen... ...die zijn niet te vertrouwen in de regel. Maar je mind... ...die weet het even in drie seconden, hoor. Oh, dat even... En die gedachten krijg je dan ook daadwerkelijk. En belangrijk is om je mind de mond te snoeren. En ook is het zo dat als jij je mind zijn gang laat gaan in die zin dat je luistert naar je mind. Dat je daar een gewoonte van hebt gemaakt om je mind de koers te laten zetten. Dan wordt die mind zijn controle op jou, zijn invloed op jou, zo moet ik het zeggen, die wordt sterker en sterker. En als jij je mind de mond snort, dan breng je de invloed van die mind terug. En die mind die, die groeit weer gewoon omhoog. Het is dus net als een, ja, nou, je kan zeggen, onkruid in je tuin. Of rommel in je kamer. Ja, je gaat onkruid wieden of de rommel opruimen. En even later, uh, ja, groeit het toch weer onkruid en is het toch weer rommel. Dus je moet je mind continu snoeien. Dat is het eigenlijk het correcte woord. De mond snoeren en je mind dus snoeien. Je moet als het ware tegen je mind, voortdurend zeggen tegen je mind: Van ja, uh, zou je alsjeblieft je mond willen houden? En je mind, dat is een. Uh, een ff, ff, gewoon natuurlijk iets. Het is best handig ook. Kijk, als ik de deur uitloop, dan doe ik automatisch allemaal dingen. Dus ik voel in mijn rechterjaszak of mijn sleutels erin zitten. En ik voel aan mijn linkerkant, aan de binnenkant, er zit een binnenzak. Of mijn phone erin zit. En ik neem ook altijd een pen mee. En ik neem ook meestal mijn zakagenda mee. Zeer zeker als ik ga werken. Dan heb ik zo'n klein agendaatje. Die past precies in mijn binnenzak van mijn jas. Altijd. En in mijn rechter achterzak van mijn broek, mijn kontzak, daar zit altijd mijn portemonnee. En dat zijn die drie dingen die ik continu check. Als ik ergens naartoe ga. En ook als ik ergens wegga. Dat controleer ik altijd. En in het begin moet je dat oefenen met jezelf. En na verloop van tijd doe je dat automatisch. En dat gaat zelfs zo ver. Dat als ik een keer. Nou, ik zeg eens wat. Uh moet ik even snel wat verzinnen, maar uh, iemand komt bij mij en die zegt: uh, ik loop even, kan ik even wat spullen in de box zetten? En dan zeg ik: ja, dat is goed. En, uh, en ze: hier zijn mijn sleutels. Loop maar vast. Ik moet er even wat doen en dan kom ik achter je aan. Hè? En dan gaat die persoon met mijn sleutelbos naar beneden toe. En dan loop ik erachter aan als ik mijn schoenen aan heb. En dan ga ik automatisch ga ik uh, checken of ik mijn sleutels bij me heb. En dan heb ik die dus niet bij me, want die heb ik net aan mijn vriend gegeven. En dan schrik ik. N nee, ik schrik niet. Mijn mind schrikt. Mijn mind denkt: dit hey, is niet goed. Het Je zit het hier in die rechterzak. zak. En dan moet ik tegen mezelf zeggen, tegen mijn mind zeggen: Ja, niet zo moeilijk doen. In mijn sleutels heb ik net meegegeven. Huh? Dat klopt nu. <tacht> Het is ook als je iets in je keukenkastjes... Je, je keukenkastjes heb je hebt jarenlang. Staat de koffie staat links en dan dan rechts. En dan ben je op een dag tot inzicht gekomen. En je gaat de boel omgooien, want dat is veel handiger. En dan gaat de koffie die gaat dan maar in het andere kastje. Nou, en dan de volgende ochtend denk jij dan zo... Ja, en dan ga je naar de keuken toe. En doe je prompt verkeerde kastje open. En dat is je mind. Je mind is handig. Je hoeft in feite niet na te denken over waar dingen staan, want dat weet je mind wel. En je mind, dat is ook het ding wat ze kunnen besturen. En je geest niet, maar je mind wel. Het heet ook mind control. Die, die kunst hè, van het besturen van je mind. En seks is een hele sterke manier om je mind te sturen. Ze hebben dat ook vastgesteld met. Dan kregen mannen die kregen foto's te zien. En ze moesten dan ook bij tijdens het zien van die foto's moesten ze rekensommetjes uh, doen. Hoeveel is 4 plus 5? Dat soort dingen. Helemaal niet moeilijk. En waar het om ging, is de tijd die ze erover deden om het rekensommetje op te lossen. Maar 11 keer 11 is 121, toch? 25 keer 25 625. Ja, dat soort sommetjes. <laughs> ja, deze ken ik bevallig uit mijn hoofd. Dingen. En wat bleek nou? Dat als ze mannen... Terwijl ze dan bezig waren met die sommetjes... En ze moesten dus ook kijken naar die foto's... Misschien was het wel zo dat uh, de, uh, op het scherm dan uh, aan de bovenkant was die foto... ...en aan de onderkant die rekensom en dan moesten ze die rekensom invullen... ...en dan doen ze enter en dan krijgen ze de volgende en dan weer een foto... ...en die rekensom uh, en de rekensom invullen, antwoord invullen en dan enter. Nou, en dan bleek dat als ze uh, als fotomateriaal gebruikten de afbeelding... ...van een blote of ontblote vrouw, dan scheelde seconde... In het tempo waarmee antwoord werd gegeven. Dus als een man uh, borsten ziet van een vrouw. dan... Oh. Ja, gewoon rustig 5, 6 seconden hoor. Dus 21, 22, 23, 24, 25. Oh, daar oh, was ik ook weer mee bezig. En nou, dat is je mind. Ik, ik heb eens een Afrikaans iemand. Van zo'n stam. Waarbij uh, iets als bh's. ja, dat deden die vrouwen niet aan. En die oude man die zei dat. Het hechten aan de borsten van een vrouw, dat, dat was voor kinderen. Het hoorde bij het volwassen worden van de mens, ook voor de vrouw, maar ook voor de man, dat de borsten van je moeder je niet meer interesseren. Want je bent inmiddels toe aan vast voedsel. En daar ben je klaar mee. En dan kan je zeggen: maar die mensen die niet aan BH's doen, dat is achterlijk volk. Die zijn achtergebleven, want het is modern om met BH's te lopen. Ja, dat kan je heel mooi zeggen, maar wat die man zei, dat is uh, waar. Als kind heb je een reden om grote borsten te denken. oh nee, wat lekker. Want die zitten vol met melk. Huh? En je hebt van die hele dunne slappe tieten, dan denk je: nou, ik heb honger. Ja? Dus daar hou je dus van volle borsten. Want dan heb je best vol met melk. Daar ga je voor. Dat is in jou ingeprogrammeerd. Dat is allemaal logisch. Maar tegen de tijd dat jij aan het vaste voedsel gaat, dan dienen die borsten jou steeds minder en minder en minder te gaan interesseren. Want je hebt inmiddels een andere manier gevonden om je honger te stillen. Dat heet opgroeien. Dat heet volwassen worden. Nou, ja, daar ben je er klaar mee. Nou, ja, kun jij je voorstellen. En ik moet zeggen dat toen mijn kind. net geboren was en ze kreeg borstvoeding. en dat moet ik zeggen, ik mag een hoop zeuren over de moeder van mijn kind. Maar uh, ze was mede door haar luiheid, die ik niet geprezen heb. En ik zou ook niet weten waarom. Maar door haar luiheid heeft ze uh, ons kind ongelooflijk lang borstvoeding gegeven. Want dan kon ze lekker niks doen. Deze toch niet. Maar nu deed ze dan niks, terwijl ze wel iets deed. Namelijk niks. En mijn kind kreeg dan borstvoeding. Dus mijn kind heeft heel lang borstvoeding gehad. Omdat die moeder zo lui was, zo kan je het zeggen. Die vonden wel praktisch. Dus dat is toch weer goed. En dan was ik me daarvan bewust. En voor mij waren dan de borsten van, die, uh, van mijn partner. daarmee voor mij ook uh, verboden terrein. In die zin: daar ga je niet met je vingers aan zetten. Je gaat ook niet aan andermans uh, bestek uh, likken. Of uh, eh? je kind heeft een lepeltje waarmee het uh, een van de papje naar binnen werkt. Ja, dan ga je niet met je, met je vingers, fietsen uh, vingers, uh, aan het lepeltje zitten. Toch? En je gaat al helemaal niet likken aan zo'n lepeltje. Dus uh, de borsten van mijn ega, die, ja, die heb ik dus niet meer uh, ja, dingen gedaan. Wat je meestal wel doet, want je wordt er zo uh, opgewonden seks van. Hè? En dat slaat helemaal nergens op. En van de weersomst uit, uh, toen mijn dochter aan de vaste voeding ging, ja, toen kwam dat hele gedoe met borsten en dingen en zo kwam weer terug. En, en vond ik het lichaam van die vrouw weer seksueel opwindend. En dat vond ik gezond en normaal, want ik wilde graag nog een kind. Zo gaan die dingen. Dat vind ik ook normaal. Maar porno kijken is niet normaal. En eigenlijk denk ik. Het is ook Paulus heeft dat ook gezegd. Hè? Dat een mens is beter af als hij helemaal niet begint aan het hele avontuur met bevrediging à la seks. Beter haal je je bevrediging uit. Uh... Ja, blij zijn dat je leeft. Dat je nuttig bent. Dat je het gevoel hebt dat de Heere Heren wel tevreden is. En met die gedachte ga je lekker slapen. Snap je? Paulus is dat. Paulus zei er bij de ook bij. Dat is ook wel interessant dan nu, hè, met die discussie in de universele kerk, die, die katholica. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, dat is best interessant. <laughs> Om het even samen te vatten. Met wat er gebeurd is. Die katholieke kerk die heeft zichzelf als doel gesteld, heel uh, lang geleden, dus echt, uh, 1700 jaar geleden. Was hun credo wat ze wilden was dat hun idee van de kerk dat zou het algemene idee worden. Vandaar ook het woord katholiek. Dat komt uit Grieks, dat betekent universeel. Nou, dat universele daaraan dat heeft wat dompertjes uh, gehad. Uh, de eerste grote dompert was dat er een afscheiding kwam. Naar het, uh, in het oosten, dat het oosten van Europa zei van, ja, we, we, wij zijn zelf wel uh, kerk. Uh, wij hebben jullie niet nodig. Dat, uh, ja, wij doen het hier hartstikke leuk. Dat, wij noemen dat de orthodoxe kerk. En dat is dan, dat, dat kwam ongetwijfeld dat een paus dan weer kwam met een nieuw geniaal idee. En... Dat ze in het oosten van Europa zeiden van, nou, dat is best het idee, maar dat doen je dan maar in het westen en wij doen er niet aan mee. Zo zal het wel begonnen zijn. En dan de paus boos natuurlijk. En tot op de dag van vandaag is die orthodoxe kerk is, uh, afgesplitst. En ik kan je, nou, ik kan je garanderen dat de de Russisch-Orthodoxe Kerk onder Poetin. Nou, die heeft namelijk van Poetin toestemming gekregen om een heel aantal kerken erbij te bouwen in Moskou. Nou, dan kan je stellen dat het schisma is bijgelegd. Maar de Servische orthodoxe Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog, die was. Ja, te afgescheiden, die was echt afgescheiden van de katholieke kerk, van de oorspronkelijke katholieke kerk. En toen heeft de katholieke kerk hele hordes Servische orthodoxe christenen uh, doodgemarteld, uh, vermoord. Dus levend begraven, echt heel verschrikkelijk. Dus die, die, die afscheiding van de orthodoxie van de gewone, nou als je het gewoon wil noemen, maar de gewone katholieke kerk, da, dat was al niet leuk. Hm. En toen kwam dus in het begin van de 16e eeuw het gemorrel in Noord-Europa, wat al een tijdje bezig was met mensen als Wycliffe en Tyndale en Hus. En toen kwam uh, Maarten Luther en... Nou, toen brak de boel en ontstond er een beweging en dat noemen we het protestantisme. nou en het protestantisme daar zijn ze net als met die russisch Orthodoxe Kerk zijn ze een lijnpoging begonnen en die lijnpoging naar het protestantisme dat het hoogtepunt daarvan was het Tweede Vaticaans Concilie van de jaren zestig? Dat heeft wel een behoorlijke tijd geduurd hoor. Bijna twee jaar of zo. En mijn kletsen en mijn kletsen. En daar hebben ze een taalkundige move gemaakt. Zodat de kerk, de katholieke kerk, de moederkerk, alsnog akkoord kon gaan met de uitspraak van Luther, Maarten Luther, dat het ging om... sola fide. En dat was het schisma eigenlijk. De katholieke kerk zei van ja, de redding, salvation, die moest je doen door werken. En... Men nam er dan genoegen mee dat je ergens ging werken. En dan ging je geld verdienen en dan gaf je dat geld aan de kerk. Dus dat heette dan uh, door werken je redding verdienen. Ik noem dat uh, kopen. Maar de katholieke kerk noemde dat werken. Goede werken. En het werk was dan goed omdat je het geld aan de kerk gaf. Maakte niet uit wat je deed. Dus je kon in principe een bordeel runnen. En dan gaf je een deel aan de paus. Of indirect dan, hè, aan de lokale priester. En dan kreeg je een aflaat. En dan had je het toch goed gedaan. Nou, Luther ging daar tegenin. En die zei: nee, alleen door de schrift, alleen door Christus. Alleen door genade en alleen door het geloof uh, kom je tot redding of kan je gered worden. Zijn sola scriptura, sola Christi, sola fide, sola genade is? Gratia ofzo? En dat is tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie. Hebben ze daar een draai aan gegeven. Zodat de Lutherianen kunnen zeggen: van ja, nou ja, dat vinden wij ook goederd. En de Katholieken hadden er dan toch iets gekregen. Wat dan te maken had met werken. Dus had iedereen zijn zin. Ja, en bij het Tweede Vaticaanse Concilie zijn er nog meer. Uh, toenaderingen gedaan... vanuit de katholieke kerk. Namelijk het niet langer verplicht stellen... dat de mis gehouden wordt in het Latijn. Maar in een... door mensen te verstaande taal. En dat het... dat de biecht... die was niet langer verplicht. En dat is... een aantal katholieken... in het verkeerde keel gehad geschoten... En die hebben zich nu geformeerd in het traditionele katholicisme. Uh, de traditional catholics. En het YouTube-kanaal ze hebben er meerdere. Maar een van de belangrijkere YouTube-kanalen is Live Site News. Een site is S-I-T, een Theodore E. En voor de rest, zoals je het zegt. Dr. Taylor Marshall zit daar en Henry Weston. En... Nou, ik ken er wel een aantal, ik kijk er regelmatig naar. Ik vind het wel interessant. En nu is er een rel, en ik denk niet dat jij dat weet, dus het is interessant hè. En die is veroorzaakt door dat er een boek geschreven is door een kardinaal en die heet Sarah. Dus denk ik van, hé hey, Sarah? Ja, zijn achternaam is dat is de achternaam. Dat is een kardinaal uit Afrika. Dat is ook een negroïde man. En die heeft een boek geschreven samen met die paus die dan nu afgetreden is. En dat kan helemaal niet, maar dat is dan toch zo. En die heet Benedictus de XVI. En samen met Benedictus de XVI heeft kardinaal Sarah een boek geschreven. Over de traditionele waarden van de kerk, of zo. En gepleit voor het instand houden van het celibaat. En dat is uh, de paus, die uh, ja, niet is afgetreden, <laughs> maar is aangetreden dat het Benedictus een stapje terug heeft gedaan. Maar Franciscus de Eerste, die is dat in het verkeerde keel gehad geschoten. Nou, dat is wel onzin, want Paulus, eh, apostel Paulus, die heeft geschreven dat het beter is dat een man zich niet bezighoudt met seks. Men komt toch alleen maar ellende van. En dat dat zeer zeker uh, een goed idee is als die man de geestelijk leider is van een gemeente. Heeft Paulus gezegd. En Paulus heeft er gelijk achteraan gezegd dat je zoiets niet mag eisen. Omdat als er mannen zijn die dat niet op kunnen brengen, ja, die mannen die worden dan veroordeeld tot het ja, tot een leven wat ze moeten leiden in hunkering. Want dat gaat niet zomaar even weg. Ja, je kan wel zeggen: begin elke dag met een koude douche, maar dat helpt niet echt. Oh, en Paulus die gebruikte zo'n woord als uh, branden van verlangen of zo. Paulus zei dus eigenlijk: van als je geen leider kan vinden voor je gemeente. behalve iemand die getrouwd is. nou dan moet je maar iemand nemen die getrouwd is. Hoor. Het is niet optimaal, maar het is beter dan niks. En je kan niet verlangen dat. Hè. Het is onmenselijk om dat iemand aan te doen. Maar de katholieke kerk die houdt zich dus niet aan de Bijbel. Dus die houden zich niet aan dat gebod van Paulus. Dus ze hebben dat wel verplicht gesteld. En nu al, Franciscus wil het dan niet meer verplicht stellen. Maar dan gebruikt hij niet de Bijbel bij. Dat zou hij eigenlijk moeten doen. Hij zou moeten zeggen: zet hij een paar van zijn schriftgeleerden erop. Nou, Knobbel dat er eens dus goed uit wat Paulus heeft gezegd. Maak een mooie samenvatting van uh, pleurder op www.vaticaan.com. En maak duidelijk dat wij de schrift zo interpreteren dan geheel. Nou, dat, hij kan, als je de schrift voor 100% volgt op dit terrein. Heeft hij zit eruit. Maar doet hij het niet. Nee, hij, hij zit dan een beetje te rommelen. Want hij, hij is er ook nog bezig met het homohuwelijk. Ja, en dat, dat gaat dus echt helemaal niet. Dat is jammer, maar helaas, dat is nu één zo. Dat is jammer. En dat vindt Franciscus dus wel een probleem. Het gaat, dus over, ja, het gaat nog steeds over seks, dat dus gaat goed. Maar dat vindt Franciscus dus ook een probleem, want... in de manieren die ze gekozen hebben met de weg voorwaarts voor de universele kerk... daarin is het absoluut noodzakelijk dat... Dat ze iedereen erbij gaan trekken en dat ze met name ook groepen erbij halen als lesbiennes en homoseksuele mannen en transgenders en noem het maar, biseksuele, travestieten, ja, die willen ze er ook allemaal bij hebben. Ik zou niet weten waarom, maar dat willen ze. En vreemd genoeg, de Lutheriaanse Kerk of de Lutherse Kerk, die heeft ook al zo'n standpunt ingenomen. Het is zelfs zo geweest dat bij de laatste, een van de laatste gay parades, een belachelijk evenement, een van de laatste gay parades daar in Helsinki was dat in Finland. Daar was er een boot uh, van de Lutherse Kerk. En ik, denk, ja. Of een boot, dat weet ik ook niet. Maar de Lutherse Kerk heeft het meegedaan. Uh, de Gaper Parade in Amsterdam is met die boten. Hoe dat in Helsinki gedaan wordt, weet ik niet. Maar misschien ook met boten. Of met gewone andere voertuigen. platte dingen, karren, zoiets als een bloemenkorf zo. Dat weet ik niet. Maar er was er eentje bij van de Lutherse Kerk. Dat is raar. De kerk heeft geen bied te maken met seks. Maar dat geldt niet voor de universele kerk. Want de universele kerk is niet van de Bijbel. Die is van Babylon. En Babylon is van seks. Babylon is van oudsher een sekskerk geweest. Ik kwam daar toevallig achter... Of ik kwam toevallig achter... Dat die Babylonische heerser Sargon of Akkad... Sargon van Arcadië. Uh, zijn moeder was een tempelpriesteres. En dan denk je eigenlijk. Oh, dat doe ik. Volle. Ja, dat is dus iemand die heeft seks met uh, Jan en alle man. Wij zouden zeggen: het is een hoer in een mooi gebouw. En haar, zij werkte dus in de tempel. En al haar collega's. Dat waren, en zij dan zelf misschien ook wel. Dat waren androgynen. Dus. Ja, niet echte mannen. Maar dus homoseksuele, ook kastraten. Uh, dat hoort allemaal bij die Babylonische kerk. Streep, seks, dat ik het even weet. Anyway, nu zitten die. Traditionele katholieke moord en brand te bluren, brullen, over het feit dat Franciscus geëist heeft dat de naam van paus Benedictus XVI. dat die van het boek wordt verwijderd als mede-auteur. Terwijl dat boek al gedrukt is. Ik heb er al een uh, exemplaar van gezien, een fotootje. Ja, dat staat op. Uh, Paus Benedictus XVI en kardinaal Sarah. Ook nog samen staan ze erop. Ja. Maar die uh, Benedictus XVI die moet dus uh, doen alsof hij niet meegeschreven heeft aan dat boek. Want anders wordt Franciscus boos. Maar die traditioneel katholieken die vinden dat zijn mond moet houden, want anders worden zij boos. Ja, een toestand. Het gaat allemaal om seks. Dat wil ik maar zeggen. Je praat je over seks heb je gelijk allemaal toestanden. Je moet het ook helemaal niet over seks hebben. Behalve dan op deze luchtige manier waar ik het nu over heb. Dat is er niet zoveel aan de hand. Nou, seks, daarvoor kan je zeggen: ja, dat is voor jonge mensen die nog aan de kinderen moeten. En als de kinderen daar zijn, ja, nou dan kan je het nog een tijdje doen als je dat leuk vindt, maar heb het er in godsnaam niet over. En als je dat doet voor de kinderen uh, en je bent aan het wipperen, ja, uh, heb het er in godsnaam niet over. Met andere woorden, heb het niet over seks. Punt. Ook niet in regels en richtlijnen en. helemaal, helemaal niet. Die, die, die Mohamedaanse kerk die heeft het dan uh, richtlijnen dat je bijvoorbeeld geen uh, orale seks mag doen. Als ik mij goed heb laten voorlichten. Belachelijk. Je moet het namelijk het er namelijk helemaal niet over hebben. Dat is onzin. Het is voor, voor jonge mensen is het leuk. Ik weet nog toen ik de 20 was, 25 was. En uh, dan zaten we s'avonds in het gemeenschappelijke ruimte van de studentenflat... Helemaal onderin, en dan hadden we een bar gebouwd. En dan kon je lekker aan hangen. En bieren, dat kostte daar. Omgerekend naar euro's was dat. één bier was ongeveer. Even mijn rekenmachine erbij. Ja, je geloofde het namelijk niet. Maar één glas bieren, netjes getapte. Dat kostte in euro's. Centen dan, hè? Dat kostte 34 cent. Joho. Ja, dan kon je nog eens een rondje geven in die dagen. 34 cent voor een goed getapt glas bier. En we waren begonnen, weet ik ook nog, voor... Maar dat, dat was niet haalbaar. Dat had haalbaar geweest als iedereen goed zou tappen. Dat hadden we namelijk uitgerekend. Maar niet iedereen kan even goed tappen. We waren begonnen met 22 cent voor een glas. Dat had makkelijk gekund. Maar dan moet iedereen goed tappen. Maar dat deden ze niet. Dus dan hebben we maar de prijs omhoog gedaan. Want ja, je wil toch dat er genoeg mensen willen tappen, zodat de rest kan zuipen. Maar ja, 35 cent voor een glas bier. Niet zo'n groot probleem, of wel. Anyway, daar zaten we. Dus een tijdje was dat hip. Dat als er iemand bij kwam, dat er gelijk aan hem werd gevraagd: van, En heb je vandaag nog geneukt? Net als bij uh, uh, Jiskevet. Bij de Lullo's. je nog geneukt? klaszak? En dan kregen wij verhalen te horen, jongen. Echt om je te bescheuren. was echt heel erg op. En nou, dat gaf gewoon een opluchting. Je werd gewoon in één keer genezen van het idee dat jouw seksleven zo slecht was. Want je hoorde die verhalen van al je vrienden en dan dacht je, nou ja, dat seksleven voor mij, dat is zo slecht nog niet. Jeetje man, wat een drama's. En na die tijd zijn we ermee gestopt, moet ik eerlijk zeggen. En die mannen van die dagen, die heb ik nog heel vaak gesproken nadien. Maar we hadden dat er niet meer over. Dat was meer iets, dat deden we toen. En dat gaat dan uiteindelijk toch vervelen. En voor de rest moet je toch helemaal niet over seks hebben. Anders dan dat je moet zeggen dat je het er niet over moet hebben. Dat is voldoende in het hebben over seks. Je moet het er niet over hebben. Als iemand zegt van ja, hoe zit het dan met homo-acceptatie? Nou, dat is allemaal best als je maar niet weet wie er een homo is. Want dan heb je weer over seks gehad. En dat moet je juist niet. Dus alle homo's die moeten voor zich houden dat ze homo zijn. En dan gaat gelijk. Zal ik je echt garanderen? Dan gaat die acceptatie ook veel makkelijker. En dat twee vrouwen een woning delen, daar is toch niks mis mee. Of dat twee mannen een woning delen, wat maakt het nou uit? Er is er niks mis mee. Ik heb tegen Wim, uh, mijn vriend Wim, Wim Gouwdenhuizen ook gezegd: van nou, uh, een beetje kijken naar de toekomst, kan ik me voorstellen dat, en een conditie, 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 maar dan gaan we samen wonen. We zijn allebei niet zo piep meer, en ja, stel, een van beiden breekt een heup of zo. Huh? Ben je toch afhankelijk. En de kans dat je allebei tegelijkertijd je heup breekt. Die is een stuk kleiner dan dat. een van beiden een heup breekt. Dan is toch die andere daar nog. Hè? is toch niks mis met twee mannen die samenwonen. Nou, als voor de rest uh, niemand weet. dat je het doet. of het nou twee mannen samenwonen, twee vrouwen samenwonen. of een man en een vrouw samenwonen. dat niemand het weet. Want je hebt het er nooit over. Nou, dan zijn we ook van het hele probleem af. van die uh, acceptatie, integratie van de homoseksuele mens. Want je hebt het er niet over. En als vrouwen over straat gaan. dan is hun kleding zedig. Want anders zou je het kunnen gaan hebben over seks. Van nou, zeg je, ik, vond het wel heel erg sexy uitzien. Oké, okay, ik ga weg, zeg je dan. Want je moet het niet hebben over seks. Dus vrouwen moeten dat ook niet uitlokken. Het is als een push op BH. Dan je moet je in principe verbieden. Dus op mijn werk zijn een aantal vrouwen, die zijn, nou, alle vrouwen op mijn werk, nou eentje. En heel toevallig was het ook een problematisch geval, zeg. Er was één vrouw op een merk en die zit in de begeleiding. En die was helemaal opgedirkt. En die heeft een behoorlijke bos hout voor de deur. En die liep dan in de rondte met zo'n cleavage. En dat was een vrouw van 26, 28. Helemaal opgeschilderd man. En ik jeetje. Maar de rest van de vrouwen. die lopen er allemaal platte schoenen. Ruim zittende kleding. Want dan knelt het niet. En dat's it. Die hebben niet eens sieraden. De, de meesten hebben niet eens make-up. Ja, sommigen dan een randje om de ogen en dat is het dan. Er zitten er heel veel bij die hebben helemaal geen make-up. Vind ik uitermate plezierig. Want het levert niks dan ellende op. Dat is wat ik maar wil zeggen. Het is gesodemitro. Je komt er even zelf wel achter als je er een keer mee stopt. En je krijgt een veel helderder beeld op je omgeving. Want je ziet vrouwen naar hun werkelijke aard, namelijk dat het mensen zijn. En niet uh, een soort uh, kapstok waar twee tieten aan hangen en een metertje lager hangen er twee billen aan, maar dan aan de andere kant. Dat zijn geen vrouwen, vrouwen zijn mensen. En dan snap ik heel goed. Ik ga zeggen: ja, sommige vrouwen lopen er zo bij. Ja, die vragen erom dat ze zo beschouwd worden. Ja, dat zeg ik net. Daarom zeg ik ook dat vrouwen dat niet moeten doen. En zo moeilijk is dat niet om jezelf zedig te kleden. Dat stelt helemaal niks voor. Dat is echt niet moeilijk. En van die Mohammedaanse vrouwen die het dan heel erg serieus nemen. En daarvan denk je van: Nou ja, zeg zo, hoeft nou we ook weer niet. Maar, maar ja, het kan. Nou, als je gewoon platte schoenen aan hebt en, uh, ja, en een broek die een beetje ruim zit. En ja, je bent toch op je werk en een, een jurk is er allemaal erg lastig of niet. Ja, je wilt toch een beetje grote stappen kunnen maken. Ja. En je bent lekker warm aangekleed en that's it. Behalve in de zomer, maar dan nog steeds hoef je niet met blote schouders te lopen. Dat is nergens voor nodig. Dat, toen het van de zomer zo heet was, ging ik nog steeds met een, een t-shirt en eroverheen een ding met lange mouwen ging naar mijn werk. Ja, weet je, gek. Ik werk daar met uh, allemaal chemicaliën toestanden. Ik ga een beetje met blote armen werken. Kijk, allemaal spetters op mijn armen. Daar heb ik geen zin in. Nou, dan kunnen die vrouwen toch ook gewoon met lange mouwen lopen. Dus... Het is allemaal best makkelijk als je het zo bekijkt. En wij zouden er verstandig aan doen om, onze, om een, onze samenleving helemaal te onseksen. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Ik zou niet weten hoe dat moet. Uh, terwijl, dus aan de andere kant zitten ze die seks bij ons er echt de eenden te douwen gewoon. Net als dat ze pappen in een gans douwen. Met zo'n omgekeerde stofzuigerslang. Die ken je toch wel, daar in Frankrijk. Daar gaan ze voor mesten. Oh, die, die ganzen, die hoeven niet te slikken hoor. Ja, normaal niet. Die hoeven niks te slikken. Nee, maar ja, maf, die krijgen dat zo naar binnen gepompt. Nou ja, zo wordt bij ons de seks naar binnen gepompt. Op alle fronten. Dat is walgelijk. Dat is Babylon. Maar ja, ik kan er geen zak aan doen. Jij ook niet. Wat we wel kunnen doen is dat we het ons bewust zijn. En dat scheelt. En een beetje lachen op die katholieken. Want uh, lachen is uh, goed voor het lichaam. En het is een uh, gezond lichaam wat uh, de bodem is van een gezonde geest. <laughs> Lachen is gezond. En dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. Een dag zedige lieverts.